BD is mij echt aan het nakken, jongen. Dit is echt... Kom op, baby team. Waarom werkt die paralyzation zo weinig? Oh. Yo, Nintendo fans. Welkom bij weer een Pokémon Baby Challenge video. Ik mag alleen baby Pokémon gebruiken. En dit is hoe mijn team ervoor staat. Pichu op level 23. Magby op level 24. Munchlax op level 21. Riolu op 23. Mantyke op 20. En Bidoo op 25. En we hebben 2 badges. We gaan nu op weg naar de 3e badge. Richting Kaboe. En ik ben voor de vraag van de dag heel erg benieuwd. Welke baby Pokémon jij nou het allerlelijkst vindt? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. Dan stap ik op een fiets. Dan mag jij achterop. En dan gaan we snel naar de volgende gym. Oh, maar hier lag nog wat. Een Shellbell. Kan best handig zijn eigenlijk. Dat geef ik even aan Pichu. En dan gaan we de grot in. We hoeven geen Pokémon te vangen. Dus we kunnen zo langs iedereen rijden gewoon. En daar is die hier hoor. Daar is... Kom je nou weer stoer doen? Ja, kijk hem zo. Met zijn haartjes en zo. En hij zegt van... ja, ik ga niet tegen zwakkelingen. Kom maar gewoon. Kom maar gewoon. Als je stoer wil doen... Kom gewoon. Ruik je al iets, BD? Ruik je al iets? Stinkt, hè? Dat is de poepie wat ik jou laat ruiken. Ik heb alleen wel de verkeerde Pokémon nu. Ik ga er maar gewoon voor. Water Pulse. We zien wel wat het doet. Piem. 1/3 eraf. Dit is de 2e battle tegen BD. En ik denk dat hij het mij echt oprecht nog wel moeilijk gaat maken. Ik doe altijd stoer over BD. Maar kijk, kijk, dit bedoel ik. Dit bedoel ik. Ik denk serieus dat BD best nog wel eens vervelend kan gaan doen tegen mij. Dat hij mij het leven wel moeilijk kan maken. Die Psyshock is toch wel heel erg naar. En ik denk dat hij sneller is. En ik denk dat hij mijn Munchlax gewoon kapot gaat maken. Dit bedoel ik. Oké, even opletten. Magby, kun jij even wat fixen? Kun jij die Flame Wheel op zijn bakkers gooien? We zijn sowieso wel sneller, dat is fijn. Lekker. Oké. Dit is hoe we dat doen. Ja, dan krijgt Munchlax alleen geen XP. Mantyke en Riolu wel, en die gaan allebei een level omhoog. Dan nu, Gotita. Ik voel me goed bij Flame Wheel, jongens. Ik denk dat we gewoon keihard continu Flame Wheel moeten doen. Kijk, kijk. Oh, damn man. Deze Gotita ook, jongen. Die heeft ook weer Psyshock. Die aanval is veel te sterk voor ons, man. Ja, dit wordt een vervelend ding. BD wordt wel irritant. In de vorige aflevering heb je ook kunnen zien dat we heel veel moeite hadden met die 2e badge met Nessa. Het wordt nu echt serieus wel wat moeilijker. De eerste afleveringen waren makkelijk, maar nu wordt het lastig. Ik wilde eigenlijk even switchen naar een nieuwe Pokémon, maar ik denk toch, ja, misschien de Flame Wheel van Magby dat toch nog steeds de beste oplossing is. En we misschien deze Hatena in 2 klappen kunnen slopen. Dat zou heel lekker zijn. En dat gaat ook lukken. BD gaat voor Psybeam met Hatena. En je ziet het, het is toch lastig. Maar het gaat wel lukken, jongens. Het gaat wel lukken. We gaan BD toch echt... Even dat poepje laten ruiken. Hatsaflats. To the Ladoki. Odevaar. Tot de volgende ontmoeting. Of niet. Hij heeft nog een Ponyta. Oké, Pichu. Nou, laat me even zien wat je waard bent dan. Ik had misschien beter Bidoo kunnen gooien. Maar ja, ik kies toch voor Pichu. Ik wil even kijken wat Pichu kan. Ponyta is sneller dan mijn Pichu. Serieus? Mijn Pichu is echt kapot snel. En die Ponyta... Oh my goodies. Hij is wel geparalyzed. Dat betekent dat ik nu sneller ben. En de Shellbell die hield 1 HP. 1 HP krijg ik terug door die Shellbell. Oftewel, daar hebben we ook echt helemaal niks aan. Oké, hij gaat voor Confusion. Ja, de volgende Confusion is het gewoon klaar. Het is tijd om te wisselen. En je ziet het, hè? Mijn babyteam heeft er toch moeite mee. Het wordt echt lastiger. Mijn babyteam struggelt. En ik mag ze tijdens de hele game niet evalueren. Dus we moeten echt slim hiermee omgaan. Oh, die Confusion is super effective. En een critical hit. Ik ga wel even absorberen. Ik ben sowieso sneller. Doet niet heel veel damage. Krijg maar 5 HP terug. Waarom ben je 0 keer paralyzed, jongen? Hoe kan dit? Je bent geparalyzed, maar eigenlijk ben je helemaal niet geparalyzed. Hij kan gewoon iedere beurt zijn aanval doen. Ik vind dit helemaal niet tof. Ben je nou een keer paralyzed of niet? Je bent gewoon 0 keer paralyzed. Wat heb ik daar dan aan? Helemaal niks. Ja, weet je wat? Oké, Riolu, dan mag jij het nu af gaan maken. Ik ben nou helemaal klaar met deze Galarian Pony, bro. Doe maar gewoon even Quick Attackie of zo erbovenop. Is nog steeds niet genoeg? Hij is nu eindelijk een keer paralyzed in zijn leven. Het zou een keer tijd worden. Nee, man. Nee. Deze meen je niet, hè? Hij doet een full heal. Oké, ik ga Rock Smash doen. Hopelijk ga ik zijn defense een klein beetje naar beneden brengen, want het doet niet veel damage. Hij is mij aan het slopen, BD. BD is mij echt aan het nakken, jongen. Dit is echt... Kom op, baby team. Waarom werkt die paralyzation zo weinig? Oké. Ik heb nog 3 Pokémon die allemaal 1 klap kunnen geven minimaal. Ik begin met Flame Wheel van Magby. Oh,
die, daar lukt het gewoon bijna mee. Confusion, ja, dan is Magby denk ik weg. Nee, niet! Magby leeft nog. Magby, jongen, wat ben jij een verschrikkelijke baas. Magby heeft het gewoon weer gefixt. Het is bizar. Magby, jongen. Jeetje, zoveel moeite al met BD. We moeten echt flink gaan trainen, denk ik, of zo. En mijn gevoel was wel goed, ja, dat BD het toch ons moeilijk kan gaan maken. Nou, dan gaan we maar eerst eens even flink healen, hè. Hele babyteam is genakt, jongen. Ga maar even allemaal naar zuster Joy, jongens. Eventjes weer de HP terugkrijgen. Oké, we zijn weer terug in de grot. En het volgende gevecht. Oké, tegen Karkle. Dat moet wel goed komen met de Water Pulse van Mantyke. Wat ziek idee. Kijk, die is 4 keer super effective. Dat is wel eens lekker na zo'n moeizame battle. Mantyke, Magby en Pichu allemaal level omhoog. En dat was het al. Oké, cool. Daar hou ik van. Even het tempo terug. Dan nu battle tegen Yvonne. Ah, we kunnen nu even Mantyke lekker gaan trainen. En dat is een goed ding, want ik denk dat we Mantyke nodig hebben in de volgende gym tegen Kaboom. Dat is natuurlijk een fire gym en daar hebben we natuurlijk wateraanvallen voor nodig. En Mantyke is degene die dat moet gaan doen, dus Mantyke moeten we even flink gaan levelen. En Mantyke is natuurlijk ook goed tegen fighting-type Pokémon, want Mantyke kent ook Wing Attack en Mantyke is een flying-type. En flying moves zijn we super effective tegen fighting-types, dus dat is ook wel lekker. Hoop alleen niet dat hij nou zich te hard gaat focussen en mij straks gewoon in 1 keer knock-out slaat. Dat zou een klein beetje heel erg zuur zijn. Kijk, daar gaat hij een low kick. Waarom raakt mij dat? Ik bedoel, ik vlieg in de lucht. Als jij laag schopt, dan schop je toch onder mij heen? Onder mij heen? Dat klopt niet, Rick. Het is onder mij door of over mij heen. Moet wel goed Nederlandsen, hè? Oh jee, daar is Team Yellio. Ja, sorry hoor. Ik wil graag battelen tegen een trainer zoals jij. Nou, is goed, jongen. Laten we dat doen. Let's go. Battelen! Tegen Linoon en Tevil. En zo langzamerhand gaat iedereen zijn Pokémon evalueren. En dat is iets wat wij dus niet mogen in deze Baby Only Challenge. We moeten het gewoon doen met de Pokémon die we hebben. En we mogen ze niet evalueren. Laten we eerst Linoon proberen uit te schakelen. Ik denk dat Linoon de betere van deze twee Pokémon is. Hij doet Night Slash op Wooloo. Kijk hoeveel damage dat doet. Tevil gaat voor Snarl. Daarmee raakt hij ons allebei. En Wooloo is gewoon al bijna kapot. Mijn special attack gaat naar beneden. Daar baal ik ook wel van. Want ik doe nu net een special attack op Linoon. En je ziet het, doet niet heel veel damage. Wooloo gaat voor double kick. Oké, dat is lekker. Alleen wel op Tevil. Oké, dan ga ik met je mee op Tevil. Linoon gaat nu voor Night Slash weer op Wooloo. Wooloo is down. Hoppie de poppie. Jouw Pokémon is kapot. Tevil gaat voor Snarl. En dat raakt mij natuurlijk ook. En daarmee gaat mijn special attack nog verder naar beneden. Ik denk dat ik hierna even ga wisselen van Pokémon. Hey, Tevil is wel confused. En Hop gaat voor Corvisquire. Ik stuur dan eventjes mijn Riolu eruit. En hopelijk krijgen we niet te veel klappen. Ja, Night Slash, maar dat is not very effective. Corvisquire, ga eens aanvallen, Hoppie. Doe nou geen leer, man. Ga hem gewoon slopen. Tevil, die is confused. Maar die kan toch zijn aanval gebruiken. Ik weet niet wat het is deze aflevering, maar we hebben helemaal niks aan onze status effects die we opleggen op de tegenstander. Dan kunnen we nu deze makkers gaan nakken, nadat Linoon eerst weer sneller is. Ja, dat wordt ook een ding, hè. Strakjes is iedere Pokémon die we tegenkomen sneller dan wij, omdat wij maar baby-Pokémon zijn. Dus wij zijn nog niet zo ver ontwikkeld. Wij zijn letterlijk de langzaamste. Oké, Riolu is de langzaamste van deze 4, maar wel eentje die Linoon keihard kan nakken. Nice! Daarmee gaat Bidoon naar level 26 en Riolu naar level 25. En krijgen we te maken met een Pancham. Corvisquire gaat voor Fury Attack op Tevil en daarmee gaat Tevil ook kapot. Munchlax gaat naar 22, Mantyke naar 23. En dan doe ik maar Rock Smash op Pancham, wat dan niet super effective is. Hij gaat voor Low Sweep. Raakt hij ons allebei daarmee? Nee, daarmee raakt hij alleen mij. En ik ben zo langzaam, hè. Ja, maar Riolu gaat wel kapot nu. Maar Riolu gaat het niet overleven. Tenzij ik gewoon niet aangevallen word. Corvisquire gaat voor Pluck. Lekker bezig, Corvisquire. Oké. Ik kan nog aanvallen. Ik kan Leopard bijna slopen. En dan word ik wel gesloopt door Pancham. Munchlax is het laagste level van allemaal. Dus ik ga Munchlax er even ingooien voor de extra HP. XP. Excuseer. Corvisquire gaat lekker door met plukken bij Pancham en die is down. En dan ga ik korte metten maken met die Leopard. Hoppakee, en die is ook weg. Kijk, Magby omhoog, Pichu omhoog. En Munchlax krijgt meer dan 1000 XP. Doei, Team Yell, mazzeltjes. Volgende battle tegen een Drillbur. Dat moet geen probleem zijn voor Mantyke. Hoppakee, one hit KO op Drillbur. Nice. Oeh, nu Onix. Zo'n klein schattig baby Pokémonnetje
Tegen de almachtige grote Onyx. Die ook sneller is en smackdown doet op mij. En wat super effective is omdat ik een flying type ben. Oké dan. Maar maakt niet uit, maakt niet uit. Oké. We kunnen Mantyke best wel laten vechten tegen ground Pokémon en tegen steen Pokémon. Dat kunnen we aan hem overlaten. Hopelijk gaat het ook goed tegen fire type Pokémon. Hij wil nu Bubble Beam leren. En die is nog net ietsje sterker dan Water Pulse. Dus ik ga hem maar doen in de plek van Water Pulse. En dan is deze guy ook kapot. Even een TM oppakken hier. Sandtomp. Heb ik niks aan. Kunnen mijn Pokémon niet leren volgens mij. Wil ik ook niet eens leren. En dan is daar Kaboom! De derde gymleader. Die even uit gaat rusten in het hotel. En zich dan klaar gaat maken op de volgende battles die eraan komen. Onder andere tegen Hoppy en tegen mij. We verlaten de grot. En komen allemaal Noctowls tegen. En nog één mevrouwtje die er ook nog op staat te letten. Pot voor Dickie Dory. Volgens mij had zij vuur-Pokémon. Had zij Growlithe? Uit mijn hoofd? Of Sudowoodo's? Oh, helemaal fout. Zat een Yamper. Dat is foutenboel. Jamper tegen Mantyke, dat is niet heel handig. Want Electricity is 4 keer super effective tegen mijn Mantyke. En ik besef me dat ik niet echt goede counters heb tegen elektriciteit. Ja, dan moet ik mijn tank er maar in gooien. Mijn Munchlax met 102 HP ondertussen. Oh, hij gaat blaffen. Dat betekent dat mijn Munchlax eruit wordt gegooid. En wie komt er dan terug? Magby. Nou, dat is op zich ook niet zo erg. Dan doen we gewoon Flame Wheel. Een van mijn sterkste aanvallen tot nu toe die ik heb van al mijn Pokémon bij elkaar. Woehoe! Dan moeten we nog tegen Swoobatje. En dan gooi ik een Pichu eruit. Want volgens mij is Swoobat ook flying al. Nee, sowieso. Want je hebt eerst Woobat en dan komt Swoobat. Swoobat is wel een aardig stukje sneller dan ik. Hij doet Confusion en pakt bijna de helft van mijn HP daarmee. Pak ik ook meer dan de helft van mijn HP met... Ja, nee, potverdorie, net niet. Maar ik heb wel een Shell Bell. Daarmee krijg ik 3 HP terug nu. Oh, dat zou zomaar net genoeg kunnen zijn. Of niet. Nou, ofwel, ik weet het niet. Ik vind het een spannend battletje dit. Doen we hem confusen? Ik bedoel, paralyzen? Nee, we paralyzen hem niet. Dan denk ik dat Pichu dit net niet alleen gaat redden. Ja, dus dan wil ik toch gewoon mijn Munchlax terug. Let's go, Munchlax. Jij mag hem afmaken. Mevrouwtje doet nog een keer aircutter. Oh, ik doe bite. Ja, volgens mij is bite goed. Hij is toch ook psychic type? Psychic en flying, dacht ik, Zubat. Ja, kijk, deze is ook super effective. Wat ziek idee. Bidu gaat naar 27, Pichu naar 26. En dan mogen we de stad in waar Kaboo is met zijn gym. En zijn gym gaan we aanvallen in de volgende aflevering. Wou ik zeggen, ze willen per se nog battelen. Ik was al klaar met deze video. Deze man komt zomaar naar mij toe lopen, komt stoer doen. Politieagent. Ik heb niks gedaan. Ik ben een keurige jonge man. Waarom kom jij als politieagent mij lastigvallen zomaar? Jij moet mij beschermen. Jij moet mij niet aanvallen. Nou ja, weet je wat jij wil, jongen? Als jij met jouw Growlithe wil tegen mijn Mantyke... Hey, be my guest. Ik bubble beam jou kapot dan, hè? Je weet zelf. Hier, bubble beam je op Growlithe's hoofd. Hoppakee, one hit KO. Als je dit wil, dan kan je het krijgen, politieagentje. Lekker, hoor. Ja, en dat was het dan al. Hij is alweer kapot. Hij lacht zichzelf ook helemaal stuk. Anyway, in de volgende aflevering gaan we naar de derde gym. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en reageer even op de vraag van de dag. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!